Ook in deze video gaan we oefenen met de vaardigheid redeneren met formules. En als je die vaardigheid onder de knie hebt, dan kun je opgaven een stuk sneller en ook met meer succes oplossen. We gaan in deze situatie kijken naar twee sterren en we gaan de helderheid van die twee sterren met elkaar vergelijken. En de twee sterren waar we mee te maken hebben zijn twee sterren uit het sterrenbeeld Orion. Het is Rigel en de ster Betelgeuze. We krijgen van allebei de sterren wat gegevens. Riegel is 50.000 maal zo helder als de Zon. En Betelgeuse is 13.000 maal zo helder. Riegel staat wel verder weg dan Betelgeuse. En de vraag is: welke ster heeft nu de grootste lichtintensiteit op Aarde? Oftewel, welke ster, welke van deze twee sterren, zien wij het helderst? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet je natuurlijk wel de juiste formule erbij pakken. En de juiste formule die we hier nodig hebben, dat is de kwadraatwet. Want de kwadraatwet geeft aan wat de intensiteit is ten opzichte van de afstand tot een bron. En in deze situatie hebben we dus twee bronnen, we hebben twee sterren, en we willen weten wat de intensiteit is van die twee sterren. Nou, eigenlijk willen we dat niet eens. We willen niet eens weten hoe groot die intensiteit is. We willen vooral de verhouding tussen die twee intensiteiten weten. En als je dat eenmaal herkent, dan kun je vaak de berekening die je moet doen een stuk eenvoudiger maken. Want gevraagd wordt eigenlijk. Wat is de verhouding van de intensiteit van Riegel gedeeld door die van Betelgeuse? Als dat getal groter is dan 1, dan is Riegel helderder dan Betelgeuse. En is het andersom, getal kleiner dan 1, dan is Betelgeuse helderder. We gaan uh, dit berekenen door die, die uh, kwadratenwet in te vullen in de verhouding. Zowel voor Riegel als voor Betelgeuse. En op het eerste gezicht zul je misschien zeggen, wat is de winst? Dit ziet er heel ingewikkeld uit. Maar nou, we gaan eens even rustig kijken of we de boel niet wat kunnen vereenvoudigen. Want ik zie natuurlijk al meteen boven en onder uh, de breuk 4p uh, staan. En die 4p die kan ik dus tegen elkaar wegstrepen. En dan krijg ik dit. Nu heb ik een breuk gedeeld door een breuk. Daar hou ik eigenlijk nooit van. Um, maar delen door een breuk is vermenigvuldigd met het omgekeerde. Dus ik kan er dit van maken. Ik kan de boel een klein beetje anders neerzetten. En dan krijg ik het volgende. Ik ga de twee peetjes bij elkaar zetten. En de twee r-kwadraatjes. En dan krijg ik dus dat de intensiteit afhangt van de verhouding van het stralingsvermogen van beide sterren. En de verhouding van de afstanden van beide sterren. Maar ik ga niet die getallen invullen. Ik ga gebruik maken van de verhouding tussen die stralingsintensiteiten. En de verhouding tussen de afstanden. Ik ga het even invullen en dan krijg ik dit. Dus Riegel is 50.000 keer zo helder als uh, het stralingsvermogen van de zon. Hè, dat uh, cirkeltje met een puntje erin. Dat is het teken van de zon. En Betelgeuse 13.000 keer. En Riegel staat natuurlijk 1,7 keer verder van ons af dan Betelgeuse. Boven en onder bij de tweede breuk zie ik dat er nog, nog iets wegvalt. Dat is namelijk die afstand tot Betelgeuse. Die staat zowel boven als onder in de breuk. Dus die heb ik helemaal niet nodig. Ik hoef niet eens op te zoeken hoe ver weg Betelgeuse staat. Als ik dat allemaal wegstreep, dan krijg ik dus in de linker breuk 50.000 gedeeld door 13.000 en in de rechterbreuk 1 gedeeld door 1,7 in het kwadraat. En ik krijg eruit dat de verhouding tussen de twee intensiteiten 1,3 is. Oftewel de ster Rigel heeft een intensiteit die 1,3 maal zo groot is. Oftewel riegel ziet er helderder uit vanuit de aarde dan Betelgeuze.